Bouwen met daar heb je vrienden voor. Kijk eens aan. Fransje bouwen met daar heb je vrienden voor. Vanuit een benedenwoning in de Utrechtse wijk Zuilen wordt radio gemaakt. Raventeam Utrecht zendt 24 uur per dag uit, wereldwijd via het internet. En zoals je ziet, ik heb een flatscreen scherm voor me, een toetsenbord, een muis en een microfoon en mijn mengpaneel. Ja, daar draai ik eigenlijk mee. Ja, en dit gaat straks op internet op? Dit gaat gelijk via internet, dus alles wat ik in mijn studio aan het doen ben, dat horen de luisteraars gelijk via internet. Alleen ja, dan moeten ze natuurlijk wel afgestemd op www.raventeamutrecht.nl zijn. Raventeam heeft continu zo'n 15 tot 20 luisteraars. Ze luisteren naar de internetzender omdat hier nummers te horen zijn die ergens anders niet gedraaid worden. Wij draaien voor 95% Nederlandse muziek. Wij draaien ook heel veel nieuwe artiesten, eigenlijk meer om hun te promoten. En ja, 5% Engelstalig. Omdat er toch luisteraars zijn die ook wat Engelstalig willen horen. Zoals bij echte radiozender komen ook hier artiesten op bezoek in de studio. Lady Monique ontvangt onder andere zanger Bas Vermeer. Maak er wat van. Ga maar lekker live zingen, jongen. Oké, Martin, gooi hem er maar in. In Engeland aan de ene kant, andere kant heb ik mijn vingers verbrand. Die kleed naar mijn allerlaatste cent. Ah. Jij was mooi. Raventeam is een van de tienduizenden radiostations die er op internet te vinden zijn. Veel daarvan de uit vanuit huis- en zorgkamers, zoals piratenzenders het vroeger ook deden. Een klein technisch probleempje is dat, jongens en meisjes, kipjes voor God, maar dat komt allemaal goed. Verzorger bekende radio-dj Rob Stenders wordt het radiostation Kick Radio het net opgestuurd. Met radiosterren als Rob Stenders zelf, Westbroek, Gerard Ekdom en Fred Siebink. Maar wat brengt deze doorgewinterde DJ's terug naar de zolderkamer? Dit, dat is grap. Dit is gewoon het woonhuis van Rob. Je zit op de eerste verdieping van het woonhuis van Rob. En wij zenden gewoon 6 miljard potentiële luisteraars een leuke muzikale boodschap toe. De kick is muziek kunnen draaien die je wilt, die je dit vak ooit begonnen bent. We zijn DJ geworden om veel mogelijk mensen te laten horen van wat je op dit moment zelf leuk vindt. Als het maar een beetje spannend is. En dat is wat de laatste tijd tikkie ontbreekt bij onze radio. Kicks Radio wordt inmiddels beluisterd door duizenden fans. Raventeam heeft nog lang zo voor luisteraars niet. Maar wat ze gemeen hebben is hun liefde voor muziek en radio. Dat je zelf spontaan achter de knopjes zit en dat je er zelf veel plezier in hebt, want dat is heel belangrijk. En dat je heel goed kan praten en ook een beetje entertainen kan. Want ja, entertainen zal je denken, wat bedoel je ermee? Maar een grapje en een grolletje erdoor, dat moet allemaal kunnen. We hebben het meest allemaal begonnen, zeg maar de generatie die een tijdje op de top zat. Gewoon bij lokale en piraten en weet ik veel. En het gevoel van een programma maken, de opwinding daarvan. Naar een plaatkast rennen, daar een pad uit trekken als je daar zin in hebt. Ja, dat is gewoon de grote grap. Als je dat weer kunt, oh, dat gaat niet helemaal goed. Nou, doe even een ander plaatje daar. Weet je wel, dat improviseren, nou dat kan dan weer gewoon. Ik moet even wat gaan zeggen tegen onze luisteraars.